Word je ook zo moe van traag internet? Met internet via glasvezel stream je zonder problemen je favoriete films en series in de hoogste kwaliteit. Zo hoef je nooit meer te wachten. Stap nu met giga veel voordeel over naar een alles in één glaspakket van Kaiway. Wijkcentra in Almelo worden met sluiting bedreigd. Althans, dat denken de inwoners. Om hier actie tegen te voeren, omarmden de gebruikers van de Schelf en het dok letterlijk hun wijkcentrum. We hebben met deze actie hebben we willen laten zien aan de Almeloze gemeenteraad en met name ook aan de wethouder, dat de bewoners, gebruikers van ons wijkcentrum, het niet eens zijn met haar beleid om wijkcentra te gaan sluiten in Almelo. En waaruit bestond die actie? Die actie die bestond uit dat we om 12 uur precies vanochtend met alle gebruikers en wijkbewoners om ons wijkcentrum zijn gaan staan. Om op die manier de actie af te trappen en aandacht te vragen voor bij de gemeente. Waaruit gaat er nog meer actie gevoerd worden? Wat wij graag willen is serieus in overleg met de wethouder. Kijk, wij zeggen niet van wij zijn tegen al haar plannen. Wij willen rustig meer denken en ook meer bezuinigen. Maar we willen het wel gezamenlijk doen. En goed, en we willen ons kunnen voorbereiden. En dat hebben we ook in 2 brieven naar de gemeente aangegeven. We willen in gesprek, maar we willen ons kunnen voorbereiden. Ja, de afgelopen 14 dagen, 3 weken heb ik met enige regelmaat politieke partijen gesproken. En wat mij daarbij verbaasde was het feit dat de raadsleden zeg maar en masse eigenlijk aangaven dat ze de actie die mevrouw ten Zeldam doet niet deelt. En het is mij dan ook een beetje verbazingwekkend dat zij op eigen houtje op deze manier doorgaat. Terwijl er, denk ik, geen draagvlak binnen de raad is voor dit voorstel. En laten we elkaar eens verder helpen. En dat is volgens mij meer de boodschap die erachter zit. Dus de concentratie op van we gaan het beheren op zoals we het gewend waren, willen we het liever op een andere manier doen. En dat sluiten betekent, dat kan een optie zijn als mensen het niet zelf oppakken. Maar als mensen zelf niet willen, als ze het zelf niet belangrijk genoeg vinden, dan is de vraag, moet je dan zaken ophouden, ja of nee? Volgens mij is het besluit niet genomen om wijkcentra te sluiten. Maar men denkt dat in de stad. Ja, nee, dat klopt. En het is ook een ingewikkelde boodschap om uit te leggen, volgens mij. De boodschap om met elkaar te gaan kijken van hoe belangrijk vinden jullie zo'n buurthuis of een wijkcentra? En wat willen jullie daar met elkaar voor doen? Dat is een hele andere vraag uiteindelijk dan dat wij als overheid zaken openhouden terwijl dat eigenlijk niemand het meer wil. En dat is de opdracht die we ook van de raad mee hebben gekregen. Van ga eens kijken of daar een mogelijkheid in zit om dat op een andere manier te doen. Samen met inwoners van een wijk of van een buurt. Krijgen jullie van ons een lijstje. Niet zomaar een lijstje, want jullie hebben allemaal een luchtfoto gewonnen. En dat betekent dat er zeer binnenkort bij jullie op school
Dus een luchtfoto wordt genomen die jullie mogen ophangen op school. Hoe gaaf is dat? Laat je horen! Ja, en natuurlijk zijn we hier vandaag met een supergoed doel, voor een supergoed doel. Voor de ZGT-ziekenhuis, want daar willen we een rustplaats. En dat gaan we met z'n allen ook halen ook en zorgen dat dat gaat gebeuren. En ik geef de microfoon aan Irene en Meijndert, want die gaan ons vertellen hoeveel geld we hebben opgehaald. En de opbrengst is 4.895 euro en 50 cent. Dank jullie wel. Mijn naam is Nicole ter Harmsel, ik werk op de Windhoekschool en wij zijn vandaag hier bij Trivium Meulenbelt om voor te lezen. En dat doen we eigenlijk in het kader van de Kinderboekenweek. Het thema is voor altijd jong en we vonden het heel leuk om jong en oud bij elkaar te brengen. En daarom zijn wij hier naartoe gegaan, we gaan voorlezen. Gaat over vroeger, dus de oma van mijn oma van mijn oma, hoe het in die tijd ging. En we hebben gezellig thee gedronken met wat lekkers en zometeen gaan we samen bordspelletjes spelen. En als de tandarts niet al zo goed was als nu en als ze had gepoetst met goede tandpasta, met fluoride, want daar worden je tanden hard van. 50 jaar geleden hadden mensen veel meer gaatjes dan nu. Veel mensen poetsten hun tanden niet of bijna nooit. En gingen pas naar de tandarts als ze kiespijn hadden. Het was toen heel gewoon om al je tanden te laten trekken. En de rest van je leven een kunstgebit te dragen. Maar als je echt wil griezelen, moet je nog wat verder terug in de tijd. Tot de 19e eeuw bestonden er haast geen tandartsen. Dat klinkt misschien ideaal, een wereld zonder tandartsen, maar als je vreselijk kiespijn had, moest er toch iets gebeuren. En dus ging je naar de kapper of de smid. Die klutste in de tijd een beetje bij door de patiënten van hun rotte kiezen af te helpen. Leeg. Want zo gaat het natuurlijk ook met andere winkels. Zeker een eeuw lang hebben mensen hun spullen alleen in echte winkels gekocht. Dus met echte verkoop. Het eerste warenhuis van Nederland was de winkel van Sinkel. De eigenaar heette Anton Sinkel en die hield wel van een stukje rijmen. Kijk maar eens naar deze reclame. In de winkel van Sinkel is alles te koop. Daar kan men krijgen mandjes met vijgen, doosjes pomade, flesjes orgeade, hoeden en petten, dameskorsetten, drop om te snoepen en pillen om te... Voor de 19e eeuw was dat heel bijzonder. Zo'n grote winkel met zoveel spullen. Zoals ieder jaar organiseert het IVN van het Natuurhuis de tentoonstelling voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Natuurgids van het eerste uur, Loek Busser, mocht hem openen. Nou, dit jaar heeft het IVN gekozen voor vogels. En de tentoonstelling is te bezoeken voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Hoeveel leerlingen komen? Verwachten jullie? Een 425 zoiets. En wanneer komen die dan? Eigenlijk de komende 2 weken. Voor elke klas hebben we een uur ingeruimd. En aan de hand van een boekje gaan ze die tentoonstelling bekijken. En er staan ook allemaal proefjes en opdrachtjes. Dus we hopen dat ze een leuk uur hebben. Ja. Hoe komen jullie eigenlijk tot zo'n thema vogels? Nou, een beetje brainstormen en het is ook vervelend als je elk jaar hetzelfde thema hebt. Je wilt zelf eigenlijk ook wat leren en daarmee bezig zijn. En eigenlijk hadden we met z'n allen besloten, vogels wordt het een keer. Wat heb je zelf geleerd van vogels? Nou, eigenlijk wat ik heel verwonderlijk vond, dat veren bijvoorbeeld, dat die heel erg kunnen slijten. En dat je dan zonder veren zit. Want je ruikt wel, maar je ruikt natuurlijk niet het hele jaar. En eigenlijk heb ik er nooit zo over nagedacht.
De tentoonstelling is open voor het publiek op de zondagen 9 en 16 oktober van 2 tot 5 uur. En is te zien in een van de panden naast het wokrestaurant aan het Hagenpark. We hebben vanmiddag hier een maatschappelijke stagemarkt gehad. Van 4 tot 5. We hadden zo'n 32 vrijwilligersorganisaties waar leerlingen een maatschappelijk stage konden zoeken. En is dat een beetje gelukt? Volgens mij wel. We hebben denk ik zo'n 250 leerlingen gehad van 3 verschillende scholen. Knisjes, Erasmus en het Noordic. En het mooie hiervan is dat er heel veel partijen bij elkaar zijn. En leerlingen kunnen meteen kennis maken met de organisatie en ze kunnen meteen een match maken. Nou, we zijn op zoek naar nieuwe peervrijwilligers voor de kindertelefoon. De kindertelefoon, vertel eens, wat is de kindertelefoon? De kindertelefoon is een plek waar kinderen terecht kunnen met hun problemen, alles wat ze bezighoudt. Zoals verliefd zijn, maar ook gepest worden, of de eerste keer met iemand naar bed gaan, seksuele dingetjes, van alles. Ze kunnen hun hart luchten? Ja, bijvoorbeeld, of om advies vragen. Ik kom hier iets zoeken voor mijn maatschappelijke stage. En is dat gelukt? Ja, dat is... Nou, bijna gelukt. Bijna gelukt? Hoezo bijna? Leg eens uit. Ik ben nog niet uitgekozen. Ik moet nog op een gesprek komen. Oh, op het Erven Noordic. Erven Noordic? En wat is daar te doen dan? Er worden allemaal activiteiten georganiseerd voor mensen die daar komen. Zoals bingoavond of kaartavond. Dat de prioriteiten gedeeld worden door de stad. En dat is dus een belangrijk, dat is een belangrijk item van hoe is die drive om samen iets te doen. En niet dat er in een gemeentehuis iemand zegt van dit moet wel en dit moet niet. En daarom, dat is ook de zoekopdracht die erin zit. Alleen het is inmiddels verworden in van alle deuren van de sport. En dat is heel jammer. In de beeldvorming vind ik dat heel erg jammer. En dat zet ons volgens mij allemaal op achterstand. Zit een positief stuk ideeën in de krant? Dan komen de mensen weer helemaal. Volgens mij zijn jullie daar nu mee bezig. Wij zijn er zeker mee bezig. Okay. Ja, dat is volgens mij belangrijk. Gedaan in dit gebouw, want er zijn 34 clubs nu actief, om te laten zien wat zij kunnen, wat zij doen en hoe ze dat gezamenlijk op gaan pakken. Soap de Missen is een wereldwijde organisatie die in het kort gezegd voor de goede doelen van vrouwen en kinderen bezig is. Bijvoorbeeld wij in Almelo steunen we ook een project voor, hoe heet zij ook alweer? Van Esra. Daar zorgen wij voor dat de meisjes daar in naaimachines krijgen zodat ze zelf hun kleding kunnen maken. Maar de Stadsboerderij is ons vaste project en wij staan hier altijd koffie en thee te verkopen ten gunste van de Stadsboerderij en onze leden bakken zelf taart. En we zijn dus een wereldwijde organisatie. En elke Enschede heeft club, Hengelo heeft club, Almelo. Dus. En waar gaat de opbrengst nu naartoe? Dit is puur voor de Stadsboerderij. En de ponycar hier die is 6 jaar geleden geschonken door ons aan de Stadsboerderij. Dus dit is ons jaarlijks project. Dat doen we standaard. Smaken? Smaken. Bijna, geen bijna. Of een gans willen maken. Ja, dat is de bedoeling. Heel hoor.
Ik ben ook lid van de serviceclub. En ik ben dus gewoon, ik zet me in vandaag om koffie en thee te schenken. En de opbrengst is dus allemaal voor de boerderij. En dus eigenlijk zijn jullie een soort serviceclub? Ja, dus van allemaal verschillende beroepen die met elkaar proberen dus goede doelen te steunen. En wat dat niet en net al zei, is het voornamelijk om voor vrouwen en voor kinderen, waar we dan projecten voor hebben. En dat wisselt vaak per jaar wat het goede doel is. Ja, we verdelen een beetje onze taken. En wat hier allemaal staat, is allemaal gesponsord. We hebben hier een lijst liggen van alle sponsors van vandaag. Dat is mensen die, de een heeft de hondenkoekjes gesponsord, de ander de knakworsten, mayonaise, ik noem maar wat. Allerlei sponsors, die mag ik misschien niet noemen. He, maar die hebben wij allemaal hier staan, waarvoor natuurlijk hartelijk dank. Daardoor heeft het eigenlijk niks gekost en levert het alleen maar geld op voor de voer voor de dieren. De brug over de Waterboulevard nadert zijn voltooiing. En ook de straatkant van de sluiskade Noordzijde aan de Waterboulevard wordt aangepakt. Je mag ook wel in beeld. Alleen is het laatste tijd ook wat afgebroken. Als hij nu klinkt, dan heeft hij een verzorging gehad. Maar normaal is het maat wel erbij. Dan moet je dat in de baggie doen. Wat gebeurt hier aan de Waterboulevard? We zijn op dit moment bezig met een slijtlaag aan te leggen voor de nieuwe fietsstraat. Die begint daar vooraan. Daar zijn we bezig met de brugbouw in opdracht van de Salvada. Dat is ook een onderdeel van de Schagen groep. En er hoort dit stukje slijtlaag nog bij, die als extra opdracht. Het lijkt een hele fiets, mogen er nog auto's komen? Ja, de fietsers hebben straks voorrang. De auto's zijn te gast als het ware. Ja. Dus een onderdeel van, gaat er nog meer gebeuren? Nou, we zijn daar bezig geweest met de brug. Die heeft Salvada gebouwd en daar hebben wij het infragedeelte gedaan voor Salvada. Ja, ja. En er hoort dit stukje nog als extra opdracht bij. Hoe ver gaat dit stukje? Dan gaat hier de bocht door en dan stopt hij. Ja.
En zijn jullie dan klaar als Schagen? Dan zijn we in grote lijnen zijn we klaar. Ja, dan hebben we nog wat afrondende werkzaamheden rondom de brug, als straatwerk. En dan zit het er voor ons op hier. Ja, wanneer denken jullie dat die klaar is? Wij hopen eind oktober, begin november. Dan hopen we dat die klaar is. Wat ik heb gemaakt, ik heb met verf het doek geraakt. Ik heb mijn atelier verplaatst naar de Waag, nummer 13. Ja, dit is wel een geweldige overgang. Aan de Toubaan, waar eerder het baken zat, daar waren maar weinig passanten. Ik denk dat ik hier nou de laatste 14 dagen dat ik hier aan het inrichten ben, ja, meer mensen heb zien binnenkomen en voorbij komen dan een half jaar aan de Toubaan. Dus echt een mooie plek voor het publiek. Ja, ik denk dat het leuk is straks. Hè? Als het oude gebouw van McDonald's weg is, dan heb ik uitzicht op Niels. Dus dan hebben we een heel groot plein voor ons. En het oude V&D, dat gaat er prachtig uitzien. Dat kun je nu al zien. Ja. En hoeveel leerlingen kunt u hier bergen? Ik heb 4 groepen. De donderdagavondgroep is de masterclass. Dat is een klein groepje, maar wel specialisten. En dan heb ik 3 andere groepen op dinsdagochtend en avond en op donderdagochtend. En in elke groep heb ik een stuk of 6, 7, 8 mensen maximaal. Nou, we hebben geen officiële opening, maar we doen de deur open. En we hebben zo'n 200 mensen uitgenodigd die ik persoonlijk ken, die ik gewoon eventjes daarvoor wil benaderen. En dan tussen 2 en 6 uur... Ja, dan is het een soort van open huis. Dus het is een beetje doorlopend binnen kunnen komen kijken. En dan wordt het wel gezellig. Hey, kijk eens wat ik heb gemaakt. Ik heb met verf het doek geraakt. Ik ben het. Midden in de vakantieperiode viel er bij de 9 wijkcentra in Almelo een brief op de mat met de mededeling dat de subsidies ingetrokken zouden worden. En dat had grote onrust tot gevolg. De gemeente organiseert informatieavonden en woensdag was er eentje in de Schelf. Er volgen er nog meer. Wethouder Ten Seldan legde uit wat de insteek van de gemeente is. Maar er was ook weerstand. Het is geen doel op zich om wijkaccommodaties te sluiten. En daar ben ik mee begonnen. We kijken naar het totale gemeentelijke vastgoed. En dat is veel meer dan de wijkaccommodaties. En wat is daarvoor nodig? En wat zouden we kunnen missen? En als de conclusie is aan het eind van het traject dat de wijkaccommodaties echt nodig zijn, en ik kan dat onderbouwen dankzij uw inbreng, hè, want dat is nodig van de buurt, dan is dat het verhaal waar ik mee naar het college ga, waar ik mee naar de raad ga. Maar u moet mij wel helpen om dat verhaal dan ook te kunnen houden. Wij hebben een initiatief genomen en dat initiatief dat wordt gewoon aan de kant geschoven en u gaat door met uw eigen initiatief. Dus wilt u burgerparticipatie, u kon uw burgerparticipatie krijgen, maar u pakt het niet aan, u wijst het af. En krijgt vandaag een brief om 5 uur vanmiddag, net voordat deze bijeenkomst begint, dat we niet op tijd waren met de brief. Al dat soort dingetjes. En hoe moet ik het vertrouwen als burger in de gemeente weer krijgen? Hoe moet dat? Dat ik kan alleen maar zeggen dat u van harte welkom bent om mee te participeren in dit proces. Nee, ik heb u gevraagd om te participeren in de samenleving. Dat is net even iets anders. We wouden dus gezamenlijk een plan bedenken, constructief meedenken, van onderaf, vanuit de samenleving, dus niet bovenaf opgelegd. Dat wilden wij. Het is niet alleen de gebruikers die hier gebruik van maken van het wijkcentrum. Het zijn niet alleen de activiteiten. We hebben hier een peuterspeelzaal. Er is hier een consultatiebureau. Er zijn hier gewoon mensen die even binnenlopen. Dus het zijn niet alleen de activiteiten. Hoe wilt u de eenzaamheid in de wijk, hoe wilt u die tegengaan. Het is de week van de eenzaamheid. Hè? Is het niet zo dat als je eventueel wijkcentra zou sluiten, hè, wat ik begrijp niet direct aan de orde is, maar dat die mensen dan eigenlijk achter de graniums blijven zitten?
Nou kijk, eenzaamheid vind je overal. Wijkaccommodaties en met name, kijk, het wijkgebouw zelf doet daar, verandert daar niets aan. Maar de activiteiten die er plaatsvinden, die kunnen daar een bijdrage aan leveren om die eenzaamheid te voorkomen of te beperken. Maar dat moet ook van het individu zelf uitgaan. Dat kan ook zijn doordat de buurvrouw er wat vaker komt of de overbuurvrouw of vanuit school contact wordt gelegd. Er zijn tal van mogelijkheden. Eenzaamheid kun je op heel veel manieren bestrijden. Dat eenzaamheid bestreden moet worden, dat zijn we het over eens. Wijkaccommodaties zouden daar, de activiteiten kunnen daar een bijdrage aan leveren. Maar het gebouw zelf voorkomt geen eenzaamheid. Word je ook zo moe van traag internet? Met internet via glasvezel stream je zonder problemen je favoriete films en series in de hoogste kwaliteit. Zo hoef je nooit meer te wachten. Stap nu met gigaveel voordeel over naar een alles in één glaspakket van Kaiway. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het leuk is van licht? Het kan ook uit. En daarom roep ik namens de Natuur- en Milieufederaties bedrijven en gemeenten op in de nacht van de nacht het licht te doven. En misschien nog wel vaker ook, want licht, je komt makkelijk zonder. Mag het licht uit? Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. De omwonenden bij het theehuis Sprakel in het bos werden al langere tijd gestoord door parkeeroverlast. De gemeente Enschede zag ook de ernst van de situatie in en heeft een autovrije zone ingesteld, het Sprakelplein. Ik denk ook dat dit plein hier echt een voorbeeld is van hoe wij het straks in het Vaanlijke graag zouden willen zien. Dus dit, het Sprakelplein, mooi met het historische pand Sprakel, met het prachtige theehuis, wat hier natuurlijk ook een fantastische plek heeft, is denk ik het totale plaatje waar we graag in de toekomst het beeld bevestigd willen zien. We hebben hier het Sprakelplein. Dat ligt voor Theehuis het Sprakel. Dat is helemaal opnieuw bestraat. En dat is ook een luwe zone geworden, waar het autoverkeer geweerd wordt. En dat is een beetje symbolisch voor hoe het Vaneke er straks ook in zijn totaliteit uit moet zien. Waarom is het plein autovrij geworden? Ja, om echt te zorgen dat het geen doorgaande weg wordt. Niet dat mensen deze weg gaan gebruiken als een sluipweg op het moment dat ze naar elders moeten. Ik vind het een mooi plein, omdat het eigenlijk midden in de natuur ligt. En toch ook een heel mooi gebied is met bewoning. En met, het blijft eigenlijk in de oorspronkelijke staat. En toch heeft het iets nieuws gekregen, denk ik. Om te bevestigen dat wij waarde hechten aan de natuur, gaan we een boom planten. Maar ik zie dat hij er al staat. Ja. Is dat weer prachtige voorbereid. Café Sprakel, Theehuis Sprakel, doet het fantastisch goed. Is echt een begrip in heel Twente. Trekt heel veel bezoekers. Ja, en bezoekers komen dan ook vaak met de auto. En niet alleen op de fiets, maar ook met de auto. Ik zit in een klankbordgroep van ADT. En daar is dat wel een agendapunt geweest wat geregeld terugkwam. Dus dat hier wat gebeurd is, dat is heel goed. En dat hier ook op een andere manier de parkeerplaatsen worden ingericht. Want mensen hebben toch de neiging om hun auto zo ver mogelijk of zo dicht mogelijk bij het theehuis te zitten. Het liefst nog voor op de stoep, op de oprit. Ja, dat kan natuurlijk niet allemaal. Oké. Slechts 3 dagen na het vertrek van Jon Hermans Vloedbelt is Arjen Gerrits beëdigd als burgemeester van Almelo door commissaris van de Koning Ank Bijleveld. Zo waarlijk helpen mij God almachtig, legt u in handen van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, in gevolge artikel 65 van de gemeentewet, de bij het ambt horende eed af. Ik zweer dat ik,
om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks mogelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks mogelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waar ik ook met mijn God om. Burgemeester Gerritsen, namens de Raad van Almelo wil ik u van harte welkom heten als burgemeester van onze stad, nu ook uw stad, en als voorzitter van onze raad, nu ook uw raad. Beste Arjan en familie, welkom in Almelo. Het is al een paar keer gezegd, maar nog weer welkom namens de raad. En dan met de woorden van, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Hans Uman, burgemeester van Koesveld, te spreken, dat zei hij bij uw afscheid, welkom in het uw regiogebied Twente. Familie Gerritsen, burgemeester, de gemeenteraad van Almelo wens u een goede en gelukkige tijd toe in Almelo. Dank u. Ik kan u niet vertellen hoe het voelt om maandenlang te moeten wachten om deze dag mee te maken en mevrouw de lokale burgemeester pas morgen te moeten beginnen. Maar ik ben nu hier en ik mag me nu tot u richten. Trots om omhangen te zijn met de ambtsketen van de stad waarmee ik mij feitelijk al een leven lang verbonden voel. En van achter dit spreekgestoelte zie ik veel bekende gezichten. Uiteraard, ze zijn al genoemd, mijn gezin, met wie we vanavond nog een hartig gesprek moeten voeren. Ja. Mijn familie, tal van vrienden die ik hier in de zaal ontwaar. Vrienden die binnen en buiten dat mooie vak dat ik mag hebben werkzaam zijn. Mensen die mij persoonlijk op uiteenlopende momenten in mijn leven, op uiteenlopende momenten ook in de afgelopen maanden en jaren, tot steun zijn geweest op verschillende manieren. De N18 gaat op de schop. Dit grootscheepse project raakt veel mensen en verhit soms ook de gemoederen. Kijkt u naar beelden van de werkzaamheden. Van Grols in Enschede tot zandwinning langs de oude N18. Thank you.
Op 11 oktober is de Nationale Coming Out Dag. Maar hier in Twente is de Coming Out Week al begonnen. In Hengelo is een tentoonstelling geopend in het Rabotheater, die helemaal binnen dit thema past. Zondag 2 oktober was in het Rabotheater in Hengelo de opening van de Coming Out Week. De kunst van 14 kunstenaars was te bezichtigen met het thema botsende waarden. Wat hier vandaag gebeurd is dat wij een opening hadden van een tentoonstelling botsende waarden. En dat wordt georganiseerd in het kader van de Coming Out Week die van begin oktober plaatsvindt. En de Coming Out Week die vindt weer plaats omdat er een Coming Out Dag is, een internationale Coming Out Dag op 11 oktober. En die Coming Out Dag die heeft betrekking op lesbisch, homo, biseksueel en transgenders. En die tentoonstelling, dat is een soort trilogie hier in het Rabotheater waar we nu zijn en waar we te gast zijn. Daar hangen 14 kastjes van 7 Hengeloze en 7 Enschedese kunstenaars. Die hebben zich laten inspireren op het thema botsende waarden. En op de fietsnelweg F35 tussen Hengelo en Enschede, daar staan 14 billboards van diezelfde kunstenaars. Die hebben zich weer op het thema laten inspireren. En bij ons kantoor in Enschede, artikel 1, Oldenzaalstraat nummer 3, daar zijn 14 vitrines ingevuld met botsende waarden. Nadat de tentoonstelling geopend was, fietste het gezelschap over de F35 langs de kunstroute en vervolgens naar de vitrines bij Art One, om af te sluiten met een nazit. Staatssecretaris Martin van Rijn kwam op bezoek bij Funny Fit in Almelo. Dit is een game, sport en gezondheidscentrum dat uniek is. Iedereen kan hier spelen, jong en oud. En het is ook nog eens goed voor sociale contacten. Wist u van tevoren wat je allemaal kan doen hier? Nou, niet helemaal precies. Ik had natuurlijk wel wat overgelezen. Maar om het hier nu mee te maken en te zien hoe jongeren en ouderen ja, gewoon een spelletje spelen, maar tegelijkertijd ook een beetje gezond bezig zijn, vind ik wel een hele mooie manier om te zien van dat bewegen en gezondheid op een moderne, nieuwe manier voor de mensen beschikbaar wordt gemaakt. Mooi om te zien. U mocht zelf ook meespelen, hè? Hoe is u dat bevallen? Dat is mij heel goed bevallen. Het bowlen ietsje beter dan het tennissen, want het bowlen dat heb ik gewonnen, maar het tennis heb ik verloren. Ja. Smadelijk, hè? Ja, smadelijk verloren, eigenlijk wel, ja. Wat gaat u verder doen vandaag? Ik ga hier nog een beetje rondkijken en dan heb ik vanavond de Henk Bolk-lezing. Iemand die vanuit de dictatuur in Chili solidariteit vroeger hoog in zijn vaandel laat staan. En ik ga iets vertellen over solidariteit vandaag en met name in de zorg. Wat voor de Partij van de Arbeid natuurlijk een hele belangrijk issue is. Nou, een welbesteden dag. Een heel welbesteden dag. Dank u wel. Graag gedaan. Ja. Nou, ik ben allereerst begonnen met een presentatie. Dus de presentatie die we veel gebruikt hebben. Ook aan mensen die veel vragen hebben over het Funny Fit en het eigenlijk niet weten. Nou ja, dan moet je goede plaatjes hebben om ze daar iets over te kunnen laten zien en vertellen. Nou, vervolgens zijn wij samen het veld ingegaan, het gameveld. We hebben er in totaal vier grote speelvelden. En we hebben Martin gevraagd van kom eens kijken, maar kom ook eens meedoen. En er was ook een deelnemster, die heeft gezegd van nou kom maar hier, want ik ga zo pannenkoeken vangen. Nou, dat is natuurlijk altijd wel weten van, dat is wel interessant te weten van wat dat dan interessant en wat het is. En wat voor bewegingen dat geeft en of iemand daarvan geniet. Nou, dat was een van onze oudere deelnemers die dat prachtig heeft laten zien. Mensen kunnen thuis dus eigenlijk tegen mensen hier spelen? Ja, dat maakt niet uit. Eigenlijk maakt het niet uit waar je zit, in welk land zelfs. Dus het kan ook echt heel erg internationaal zijn. Bij de opening hebben we toen ooit een keer gespeeld een voetbalwedstrijd tegen Duitsland. En gewonnen overigens. Dus dat blijft je bij. Basisschool Het Oldhof in Bonen bestaat 40 jaar. En dat betekent natuurlijk de hele week feest. Het begon maandag al meteen goed met een heuse drakentocht. Goedemorgen allemaal. Met deze ballonnen. Met deze ballonnen openen wij straks de feestweek van Het Oldhof.
is verbouwd. Eén, twee. Kijk wat je me nou doet! Go, go, go! Ik kan dit niet meer! Wat is er zitten? Lachen. Een torentje bouwen! Een torentje bouwen! Nee! Ik weet hoe je een torentje moet bouwen! We gaan dit morgen allemaal opplaatsen. Klaar! Wat heb je op je gezicht? Nou, maar weet je waar? Bloem! Waar, bij welk spelletje is dat gebeurd? Wat? Snoephappen. Snoephappen? Oh, nee, dat ook. Dat ziet er helemaal lekker uit, of niet? Ja. De heks. Yes. Ja, is dat zo makkelijk? Ja, dat lijkt heel makkelijk. En ik daar nog van uit. Goed zo. Goed zo. Dat hoeft niet. Men, kijk eens. Hier dan maar. Het is lekker. Ja, het is alleen maar. Oh, en nu daar. Dit is zo raar. Dit is zo raar. Dat is zo goed, hè? Oh, niet leuk. Niet leuk. Kijk maar eens naar mij dan, Sander. En de andere kindjes ook natuurlijk. Wat hebben jullie gemaakt, kindjes allemaal? Laat zien. Ja, mooi. Fruitspiesjes. Fruitspiezen. Op 4 oktober was het Dierendag, een dag om je huisdier eens lekker te verwennen. Bij Dierenopvangcentrum Enschede was het extra druk. De scholieren hielpen namelijk een handje met het verzorgen van de dieren. Omdat het Dierendag is, worden natuurlijk dieren extra verwend. Katten en kittens krijgen allemaal wat extra's, krijgen speeltjes. Op dit moment is er ook een school uit Usselo. Die heeft een 25-jarig bestaan. Die hebben allemaal wat lekkers meegenomen voor de honden en de dieren. Welke groep zijn jullie? Kom mee. Jullie zouden toch komen meehelpen? Ja. Ik heb helemaal niks gemerkt. Wij zijn hondenhokkers gaan schoonmaken. Dan moest je eerst met een spuit, een tuinslang. En daarna met je zeep moest je alle hokken schoonmaken. En moesten we dat doen. En toen gingen we de honden eruit laten. We hebben hier vogeltjes, meestal konijnen. Soms een cavia, soms een hamstertje, een fret een enkele keer. Maar het grootste gedeelte is de konijnen, zoals je ziet. Overdag zetten we die buiten neer en dan gaan ze hier in die rennetjes. Hier komen we in het kattenverblijf. Kijk eens. Eens kijken hoe fijn ze het hebben. Hè? Allemaal lekker hokjes, gaat gewoon open. Mogen ze erin en eruit. Sommige katten die moeten even voor hun eigen rust. Soms gaat het deurtje even dicht. En dan is gewoon even rust nodig. Dag, popje. Deze maand was er bij het pleintje in Hengelo de verkiezing van de beste jonge ambtenaar van 2016 in Twente. De winnaar werd diegene die de meeste stemmen via internet en via de zaal behaalde. En de winnaar is geworden... Drie, twee.
De microfoon is voor jou. Ja, als ik iedereen zou moeten bedanken die toch bedanken, sta ik hier morgen nog. Bedankt jullie wel. Hoe is de jonge ambtenaarverkiezing tot stand gekomen? Nou, dat is eigenlijk als volgt gegaan. Allereerst hebben heel veel mensen hun collega's of mensen genomineerd, ambtenaren. En daarna zijn dus die genomineerden zijn door de vakjury zijn daar 3 mensen uitgekozen. Nou, dat waren deze 3 mensen. Anouk en Milou. Ja. En daarna mochten mensen dus stemmen, zowel online als vanavond. Ja, en de winnaar is dus Milou. Waarom vinden jullie zo belangrijk de jonge ambtenaarverkiezing? Nou, juist omdat het aantal jonge ambtenaren in Twente en eigenlijk landelijk best wel laag is, is het extra belangrijk dat er zoveel aandacht voor is. En helemaal met zo'n Twentse jonge ambtenarenverkiezing krijgt in dit geval Milou de kans om te laten zien hoe mooi het ambtenaarschap is en hoe mooi het is om voor Twente te werken. De promotie heeft toch geholpen in Haaksbergen, of niet? Absoluut, daar ben ik heel erg blij mee, ja. Had je een gevoel dat je zou winnen hier toen je aankwam? Nou, iedereen zei vandaag tegen mij van Milou, je gaat winnen. Ik heb echt het gevoel dat jij het gaat worden. En ik wilde daar natuurlijk niet zo heel veel mee doen, want dat is best wel lastig. En dat legt ook wel een beetje een druk op je. Maar toen ik hier kwam was ik eigenlijk heel rustig en dacht ik, weet je, ik ga het gewoon doen en dan zie ik wat het wordt. En nou ja, dat heeft dit als resultaat opgeleverd. Dus, Ja, je moest jezelf nog even vertegenwoordigen. Daar kwamen toch een paar traantjes. Ja, en dat is normaal gesproken eigenlijk helemaal niks voor mij. Tenminste, ik ben niet iemand die heel vaak emotioneel is of iets dergelijks. Maar ja, weet je, dit doe ik echt met... ik denk dat mijn werk gewoon echt mijn passie is. En dat ik daar... ja, ik heb ook zoveel aan mijn collega's te danken. En ja, dat maakte me toch wel even een beetje emotioneel. Dus, ja. En ze zijn eigenlijk toch beloond? Ja, absoluut. Ja, dat is echt een mooie bekroning. Ook voor, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn team. En ik denk ook voor de gemeente Haaksbergen. Gewoon een hele mooie manier om onszelf weer een keer te profileren. Waarom willen jongeren niet bij de gemeente werken? Nou, ik weet niet of jongeren niet bij de gemeente willen werken, maar het is in elk geval, de gemeente vindt het kennelijk moeilijk om jonge mensen aan zich te binden. En welke oorzaken dat heeft, nou, dat zijn we heel goed aan het uitzoeken. Heeft dat niet te maken met een suf imago? Ja, ik hoop het niet, want als je hier nu kijkt, hè, al die jonge mensen, al die frisse mensen, die mensen die hier staan, dat vind ik niet suf in elk geval. Jongeren wel de toekomst. Zeker, ja. En dat gaf net gemeentesecretaris van Haaksbergen ook aan, Marianne Krachting. Zij maakt zich ook heel hard voor het aantal jonge Twentenaren, jonge Twentse ambtenaren. En zij gaf ook aan, juist die jonge mensen in een organisatie, die geven zoveel energie, een nieuwe blik. En ook met betrekking tot de digitalisering ook weer wat extra steun en hulp daarin. En het is sowieso gezond om in een bedrijf en ook bij de overheid van alle generaties vertegenwoordigd te hebben. En dat ontbreekt nu een beetje. Voor de hoeveelste keer organiseren jullie dit? We doen nu voor de 3e keer. Het eerste jaar heeft Gijs gewonnen. Gijs werkt in Dinkeland-Tubbergen. Vorig jaar heeft Koen Hartendorp gewonnen. Die werkt in Hengelo. En dus dit jaar voor de 3e jaar wint en nu wint de eerste vrouw, Milou. Wat staat het komende jaar voor jou te allemaal te verwachten? Nou, volgens mij heel erg veel. En ik zou Koen, de winnaar van vorig jaar, straks vast nog gaan spreken. Ik weet eigenlijk allemaal niet wat er op mijn pad gaat komen. Ik weet in ieder geval dat ik wel mee ga doen aan de landelijke verkiezing. En dat ik daar een aantal voorrondes voor door moet. En dat ik een coachingstraject inga. Maar verder weet ik het eigenlijk nog niet. Laat ik het maar gewoon een beetje op me afkomen. In ieder geval een mooi jaar. Absoluut, zeker. Ja. Nou, ga mooi feesten en maak er een mooie avond van. Ga ik doen, dankjewel. Dit was Twente Breed voor deze week. Inmiddels weet je vast dat je iedere werkdag vanaf 7 uur in de ochtend al kunt luisteren naar 120 Radio. Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 120 Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.